In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juli heeft er hier in de Bakkershagenlaan in Wassenaar een zeer gewelddadige woningoverval plaatsgevonden. En die overval die heeft bijna 4 uur geduurd. Nou, de slachtoffers die hebben werkelijk doodsangsten uitgestaan. Ze zijn vastgebonden geweest, bedreigd en mishandeld. En die overvallers die zijn er vandoor gegaan met een buit en ze hebben de slachtoffers gewond achtergelaten. Bal naar de buitenkant, naar Dumfries, onmiddellijk voorgegeven. Daar komt de volgende kans! Yeah! Een ouder echtpaar kijkt die zaterdagavond naar de kwartfinale van het Nederlands elftal op het EK voetbal. Oranje verslaat Turkije met 2-1. Met een tevreden gevoel maken de twee zich iets voor elven klaar om naar bed te gaan. Even daarvoor is deze auto langs hun huis gereden. Als de vrouw naar boven loopt, ziet ze opeens zand en modder. Wat is het hier vies? Oh nee! Oh nee, nee, nee! Help, help! Kwijt! En wie wil kill you if you move? Hé, wat moet dat? De man probeert zijn vrouw nog te helpen, maar ook hij wordt met veel geweld overmeesterd. Where is the money? Where's the money? In de uren die volgen wordt werkelijk elk kastje en laadje in het huis doorzocht. De overvallers nemen uitgebreid de tijd. Tijdens die zoektocht legt een camera deze overvaller vast. Het is dan inmiddels al na 1 uur 's nachts. En een uur later schokt ook een van zijn handlangers het beeld in, terwijl het echtpaar al die tijd in doodsangst verkeert. De daders mishandelen vooral de man zeer ernstig. Nou, alsjeblieft. Wat is de code? Wat is de code van de kluis? De code is verkeerd door de stress. Hij wordt meteen bestraft met een messteek. Ah, wat is de code? Kom, kom. Ik loop wel mee. Hey. Ja. Gewond wordt de man gedwongen zelf de code in te voeren. En de code. Doe de code. De overvallers hebben kennis van zaken. Sieraden van zeer grote waarde worden meegenomen. Het echtpaar laten ze in shock en gewond achter. Zelf vertrekken ze, de voorste al bellend, rond 2:50 s'nachts met 3 gevulde tassen. De man had een steekwond aan zijn hand van het Stanley-mes. En hij had verschillende verwondingen aan zijn hoofd van de klappen die hij heeft gehad met de koevoet en schouderletsel. Nou, ook zijn vrouw had verschillende verwondingen en schaafplekken over heel haar lichaam. Ze hebben het zelf omschreven als dat ze volkomen uitgeput in een bloedbad lagen. Dus vooral de angst waar ze nog last van hebben. Ze zijn bijna 4 uur lang bedreigd en mishandeld en vroegen zichzelf telkens af, gaan we dit overleven? Nou, het is een enorm traumatische ervaring en bij beide is dan ook PTSS geconstateerd. En ze zitten al weken in therapie om dit te verwerken. Door de bivakmutsen hebben ze de gezichten van de mannen niet goed kunnen zien, maar ze hebben wel andere dingen onthouden. Zo sprak een van de overvallers Engels. Maar de man die bij de slachtoffers bleef, sprak Nederlands. Hij is slank, droeg zwarte kleding en lichtgrijze Adidas-schoenen met zwarte strepen. Opvallend is dat hij meerdere keren dingen riep als sorry, sorry, ik heb het geld echt nodig. Alsof hij zich al schuldig voelde over het plegen van de overval. De overvaller kan zoiets roepen, maar dat maakt het natuurlijk niet minder als je slachtoffer bent. En buiten dat leek het allemaal zeer goed voorbereid en zeker geen impulsieve actie. De overvallers wisten waarvoor ze kwamen. Ze leken inderdaad te weten dat er een kluis met waardevolle sieraden was en hebben net zo lang gezocht totdat ze deze hadden gevonden. Nou, volgens het mannelijk slachtoffer heeft een van de overvallers tijdens het legen van deze kluis een waardevolle diamant in zijn sok gestopt en daarbij gezegd, die hou ik zelf. De overvallers vervoerden de rest van de sieraden in onder andere een sporttas en een opvallende tennistas. Misschien zegt dat iemand iets. De bewoonster heeft aan de daders gevraagd hoe zij binnen waren gekomen. Zij geven aan dat ze via een raam en een regenpijp binnen zijn gekomen. Nou, deze bleek de dag ervoor op vrijdag 5 juli open te hebben gestaan. Nou, het lijkt er dus op dat zij die dag een voorverkenning hebben gedaan. Meld u als u daar iets van heeft gezien, als u in de omgeving van de Bakkershagenlaan in Wassenaar woont of was en daar mannen heeft gezien die daar voor uw gevoel niet hoorden. En zowel voor als tijdens de woningoverval is eenzelfde auto opgevallen.
Dan gaat het om een witte Mercedes-Benz B-klasse. En die auto die reed op de avond van de overval hier rond 22:50 s'avonds langs de woning. En hij stond ook even later bij de woning geparkeerd. Dat is gefilmd door een dashcam van een beveiligingsbedrijf dat daar rond 1:30 s'nachts rondreed. We zien het voertuig hier eerst links en vervolgens vanaf de andere kant rechts geparkeerd. Misschien zijn er mensen die weten of de auto nog ergens rondrijdt en mogelijk te linken is aan de overvallers. Dit is een soortgelijke Mercedes, een vrij specifiek model met zwarte spiegels en een zwart panoramadak. Er zat die avond een vals kenteken op, mogelijk gaat het om een gestolen voertuig. En dan is er de buit, onder meer deze sieraden zijn meegenomen. We komen graag in contact met mensen die iets meer weten over de gestolen sieraden. Misschien zijn ze ergens te koop aangeboden, net als een aantal merkhorloges. Nou, deze sieraden zijn van enorm grote waarde, ook op emotioneel vlak. Het is daarom belangrijk voor de slachtoffers dat we deze sieraden terugkrijgen. Echt al hun waardevolle spullen zijn meegenomen. Alle foto's staan uiteraard op onze site. Help mee met het vinden van in totaal 3 mannen die met geweld een ouder echtpaar hebben overvallen. Alle informatie, ook over de witte Mercedes-Benz, is welkom. De tiplijn Meld Misdaad Anoniem en het TCI zijn bereikbaar voor uw tips.